gasten, dan zijn jullie nog helemaal niet zo oud. En dan kunnen jullie straks gewoon in dit fantastisch mooie stadion spelen. Hè? Zeker. Prachtig stadion. Prachtig. Ja, ik denk dat dit blauwe stadion mooi is, hoor. Oh god, omdat er twee bij Manchester City spelen, is dit in deze lelijk stadion. Nou, ik vind deze ook prachtig. Ja, deze prachtig. Kom, we gaan even naar beneden. Even een kopje koffie drinken. Het blijft namelijk wel Engels weer, hè? Ja, zeker. Ik ben Timothy Vosimensa. Ik ben 18 jaar en ik speel bij Manchester United. Ik ben Jafira Deurozen. Ik ben 17 jaar en ik speel bij Manchester City. Ik ben Rodney, ik ben 18 jaar. Ik ben middenvelder en bij City. Ik hou van crosspass geven. Ik denk dat ik mijn mannetje niet zomaar voorbij me laat gaan. Ik ben een buitenspeler die zijn mannetje vaak opzoekt. Ik kan assist afleveren en ik kan een mannetje uitspelen. It's a national team of Dutch, of Holland. Deze city scouted me and then I went to City. Ik heb moeten geloven dat jullie de grote talenten van het nieuwe Nederlandse voetbal zijn. Kunnen jullie dat beamen? Ja, mooie woorden. Mooie woorden. Ja, het zijn prachtige woorden, maar ik heb het niet uit niks. Hè. Het heeft ook in The Guardian in ieder geval, twee van jullie hebben daarin gestaan, dat jullie bij de top 50 van de beste spelers van Europa hoorden. Op in ieder geval onder 21, zeg maar. Dat zegt natuurlijk wel wat. Ja, klopt. Dat is, ja, het is een mooi gebaar van ons. Ja, wij zijn de toekomst, denk ik. Ja. Het gaat op dit moment niet goed met het Nederlands elftal. Maar ja, ik denk dat er wel weer de tijd komt dat wij weer gaan. Er komen ook wel gewoon veel talenten aan. Ja, je weet het grootste succes in de Nederlandse voetbalgeschiedenis? Het behalen van de EK-finale. Nou, we hebben de finale ook nog gewonnen in 1988. Maar toen waren jullie min 10. Van Basten. Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Dat Nederlands elftal, is dat misschien wel toch het allermooiste wat je kunt halen in de voetballerij? Ja, ik denk het wel. Dat je droom is om op WK te spelen, WK te winnen. Ik denk dat dat wel iedereen's droom is. Ja. Dat echt dat de top is. De eerste keer dat jullie geselecteerd werden voor de selectie-elftallen van Jong Oranje. Hoe is het om de eerste keer dat oranje shirt aan te trekken? Speciaal. Ja. Kriebels in je buik. Ja, is dat zo? Ja, zeker. In de bus echt zenuwachtig. Ja, zijn jullie echt zenuwachtig? Ja. 2018, het WK. Gaan we dat halen? Ja, zeker. Ja. En dat is misschien een hele gekke vraag, maar wie van jullie is daarbij? We hopen allemaal. We doen gewoon ons best bij de club. We moeten zorgen dat we het eerste halen en van daaruit bouwen. Het is wel 2 jaar, maar wie weet, alles kan gebeuren in 2 jaar. Weet je. Je moet gewoon je best doen. Weet je wat ik wel wil? Dat we een opstelling gaan maken. 2018, WK. Ga je gang, broer. Kenneth Vermeer. Vermeer zit er in goal. Die is tegen die tijd 84, maar dat doen we gewoon. Vermeer. Linksback Congolo. Rechtsback. Rechtsback TT. Ja, Kenny. Kenny? Ja. 100%. Heeft iemand op zijn bek geslagen? Hij zegt dat het niet zo is. Nee, is niet maar zo. Goed. Zit er al. Welke fijne speler hebben we nog meer? Van Beek. Donny van Beek? Oké. Okay. Wie komt hier te staan? Congolo Centraal. No. Linksback Jetro. Jetro Willems. Linksback Jetro. Middenveld, kom op. Ik zet mezelf wat met Bassoer op het middenveld. Ja, wie wil waar? Ik rechts, hij links. Klaasie. Het is nog niet zo makkelijk, hè, jongens? Nee. Ik zet mezelf rechts en Memphis de Pai links. Spitsje, jongens. Luc de Jong. Hoe oud is hij dan? Luc de Jong. De Jong. Ja, top spits. Oké, dit is het WK 2018. Welke positie gaan we voor? Ja, eerste toch. We worden wereldkampioen. Ik vind het een goede deal. Weet je wat? Zetten jullie je handtekening erop? En dan gaan we het in ieder geval proberen. Als het lukt, krijgen jullie allemaal een glaasje appelsap. En zo komen we tot de volgende opstelling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap in 2018. De ervaren Kenneth Vermeer. Achter Willems, Congolo, Van Beek, TT. Midden Bazour, Klaasie en het aanstormend talent Vosimensa. Voorin uiteraard Memphis, Luc de Jong en verrassend misschien Jafairo. Kortom, abonneer je op ons YouTube.
YouTube-kanaal. Je klinkt nu echt als een oude lul ja, die reclame maakt voor iets moderns. YouTube. Hoe heet Eddie Wally zei? Ik heb het nog een eind over. Eddie Wally zei... YouTube.